De Katholieke Onderwijzersbond, KOB, eist dat de verhoogde brandstofprijzen onmiddellijk worden teruggedraaid. Dit standpunt heeft de bond vandaag ingenomen tijdens een algemene ledenvergadering bij het hoofdkwartier van de vakorganisatie. Volgens bondsvoorzitter Bernice Baron is deze verhoging onacceptabel voor de leerkrachten die lid zijn van de KOB. Met de aangepaste pompprijzen zal de huidige sociaal-economische situatie van onderwijsgevenden nog moeilijker worden, benadrukte Baron. We hebben vanmorgen een schrijven gericht aan de minister van Onderwijs. En we hebben geëist, we hebben niet gevraagd, we hebben niet verzocht. We hebben gevraagd om die benzineprijs terug te draaien. Als het in het weekend niet gebeurt, uit strategische overwegingen gaan we nu niet aangeven wat er maandag gaat gebeuren. U moet de app volgen. Leerkrachten zijn aan het verdrinken. Leerkrachten kunnen het hoofd niet meer boven water houden. Wanneer de school straks weer begint? Onze schoenen zijn lang thuis gebleven. Want ze zijn gaan uitdrogen. Wanneer we weer zullen beginnen? In oktober moeten we een nieuwe schoen gaan kopen. Wat kost een nieuwe schoen? Als je niet tussen 500 en 700 hebt, ga je het niet kunnen neertellen. Vandaag heeft het KOB-bestuur samen met de aanwezige leden besloten om in een sit-down actie te gaan. Baron gaf aan dat terwijl de vakorganisatie lopende afspraken heeft met de president over verlichtende maatregelen, de leerkrachten juist worden verrast met andere verhogingen die het moeilijker maken om rond te komen. De directeur van de Katholieke Onderwijzersbond gaat niet blijven kijken. We gaan onze stem laten horen. En daarom hebben we de opdracht gegeven dat we vandaag om 11 uur het werk neerleggen. We hebben een sit-down actie. De leerkrachten zijn wel op hun werkplek, maar ze gaan geen onderwijs bieden. U gaat om te prikken. Hoeveel moet u betalen? Waar gaat het geld uit de lucht vallen? Ga je dan een boom gaan plukken? Je bril. Kijk maar om je heen. Ik bril ook. Waar ga je het geld vinden om eerst je bril aan te schaffen, om dan te gaan declareren bij SZF? De KOB geeft de regering tot maandag de tijd om de brandstofprijzen terug te draaien naar het oude tarief. Hoe het actiemodel er maandag uit zal zien, hangt af van welke besluiten in het weekend worden genomen.